Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik laat jullie de velproducten van maart en april zien. Zoals ik al wel vaker heb verteld, verzamel ik de producten die ik niet fijn vind van 2 maanden. Omdat het vaak niet heel veel producten zijn. Ook dit keer is dat weer het geval. Maar ik vind het toch de moeite waard om deze te laten zien. Mocht je geluiden op de achtergrond horen, sorry alvast daarvoor. Er zijn namelijk bouwvakkers bezig en die zijn de hele week bezig. Dus er is eigenlijk geen goed moment misschien om deze video op te nemen. Maar ik wil natuurlijk gewoon een video opnemen. Omdat ik dat elke week doe. Dus sorry voor de achtergrondgeluiden, maar dan weet je in ieder geval waardoor dat komt. Mocht je benieuwd zijn naar welke producten ik dus niet fijn vond van maart en april, kijk dan zeker even gezellig mee met deze video. Ik begin met deze lipscrub en deze zit nu nog even in de verpakking, zodat ik hem even goed kon laten zien aan jullie. Ik ga hem er even uithalen. En dit is een lipscrub die komt van The Action en wel een shout-out naar de verpakking, want die vind ik echt super leuk. Daar is niks mis mee. Het blikje ziet er leuk uit. Hier zit een scrub in van 20 ml. Maar ik vond deze dus helaas niet fijn. Hij ruikt wel heel lekker naar aardbei. En dit is dus de scrub. Ik denk dat het op camera niet goed overkomt, maar er zitten hele kleine scrubdeeltjes in. Toen ik deze scrub gebruikte... Toen merkte ik totaal dus niks van de werking, omdat die deeltjes zo klein zijn. Mijn lippen worden er op zich wel zacht van, maar het is niet zoals een scrub bedoeld is. Want het is natuurlijk met een scrub ook vaak de bedoeling dat je velletjes kwijtraakt van je lippen. En ja, dat het er allemaal iets beter uitziet. En dat was met deze scrub niet. Het is gewoon meer, ik heb meer het gevoel alsof ik een lippenbalsem opsmeer dan dat ik echt een scrub gebruik. Dat vond ik gewoon super jammer. En dit komt gewoon echt omdat de scrubdeeltjes die hierin zitten gewoon veel te klein zijn. En daardoor vind ik dit niet echt een lipscrub. Maar neigt hij meer naar de kant van een lippenbalsem op. Ik denk als er grotere scrubdeeltjes in hadden gezeten, was het echt een perfecte lipscrub geweest. Maar... je merkt niks van deze kleine scrubdeeltjes. Dus vandaar dat ik dit toch echt geen fijne lipscrub vond. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van Cartier. En dit is het Spectra Light Eyeshadow Glow Kit. Dat is dit paletje. Deze is vorig jaar in het assortiment gekomen. De verpakking ziet er op zich wel leuk uit. Want dit geeft wel een beetje een soort regenboogeffect. Ik heb hem in de kleur 010 Manic Pixie Dream Girl. Dit zijn 3 baked oogschaduws die dus ook een glow effect zouden moeten geven. Dit zijn de oogschaduws. Ze zijn heel erg poederig. Je kunt wel heel goed het baked effect zien als je hem zo houdt. Doordat ze dus bol zijn. Maar het pigment van deze oogschaduw is zo dramatisch. Dat je... het op je ogen gewoon eigenlijk nauwelijks terugziet. Kijk, als je naar de eerste 2 kleuren kijkt, lijken deze ook heel erg veel op elkaar. Het neigt meer naar wit. En met zwartje dacht ik nog, oh, hij is ook nog een klein beetje roze, zeg maar, die middelste. Maar echt op je ogen zag je er niks van terug. Ik vond het pigment echt zo... waardeloos dat ik echt dacht van nou weet je, ik had hier heel veel van verwacht, maar dit is het voor mij niet. Misschien dat hij op zich nog zou kunnen als highlighter, maar omdat het echt een oogschaduw glow kit is, vind ik het geen goed oogschaduwpalet. Dan heb ik van Essence de Brush Cleansing Spray. Dit is een penseelreiniger. Deze ziet er zo uit. Volgens mij heeft hij inmiddels een andere verpakking of hij is uit het assortiment. Ik heb geen idee. In dit flesje zit, even kijken hoor, 50 ml. Dat zou ik eigenlijk niet zeggen als je het flesje ziet, want hij is echt super klein. Er zit gewoon een spray dopje op. En hij ruikt eigenlijk best wel oké als ik hem zo ruik. Maar toen ik hem op een tissue spreide, vond ik hem best wel chemisch ruiken. Nou ja, op zich is dat ook niet zo gek, want je wilt je penseel ermee reinigen. Maar ik vind het geen goede brush cleaner. Je kunt je penseel er eigenlijk helemaal niet mee reinigen. Je kwasten, weet je, voor oogschaduw. Hij haalt de oogschaduw er best wel een beetje af, maar totaal niet helemaal.
Nou is het natuurlijk ook gewoon beter om je kwasten één keer in dezelfde tijd te wassen, zodat ze gewoon weer lekker fris zijn. Maar ja, wil je nou net een oogschaduw kwastje gebruiken wat je al hebt gedompeld in een hele donkere kleur en je denkt, goh, ik wil hem eigenlijk voor een lichte kleur gebruiken, zou een cleansing spray heel goed kunnen werken. Maar deze vond ik echt totaal niet fijn. Ik heb bijvoorbeeld ook de cleansing spray van de HEMA. Die ruikt heel erg goed en die is ook gewoon echt heel erg goed in gebruik. Dus die van Essence valt totaal in het niets. Ook vanwege de geur, maar ook gewoon dat je de oogschaduw niet compleet van je kwastje afkrijgt. Laat staan dat je dit zou willen gebruiken voor een foundation kwast, want dat gaat al helemaal niet werken. Dus helaas vind ik dit echt een dikke fail. Dan heb ik twee producten van Catrice en deze komen uit de Blush Flush Limited Editie. Allereerst heb ik hier een cushion powder. Dit is dus een blush en ik heb hem in de kleur. Heeft hij een naam eigenlijk? Weet ik niet. Nee, volgens mij was hij maar in één kleur verkrijgbaar. Dus hij heeft ook geen losse naam gekregen. Nou, wat is de bedoeling van dit product? Je hebt een grote spons. En in de dop zit zeg maar de poeder. Ik weet niet of dit goed overkomt, jongens. Dus normaal als je deze dus dichtdraait, komt de poeder eigenlijk al gewoon op deze spons. Maar het resultaat is zo minimaal dat je eigenlijk de blush haast niet ziet op je gezicht. Nou moet ik zeggen dat ik ook altijd wel een beetje een dubbel gevoel heb bij dit soort producten. Want met oogschaduw werkt het vaak ook niet. Maar ik dacht, nou ja, weet je, met blush kan het misschien wel goed werken, omdat je toch een wat grotere kwast hebt. En op zich neemt hij de poeder wel goed op, dat kun je goed zien. Maar op je gezicht vind ik het zo minimaal dramatisch dat ik het gewoon heel erg zonde vond. En dan gebruik ik gewoon liever een blush die je wel goed ziet. En dat was bij deze gewoon helaas niet het geval. Dus vandaar dat ik deze dus sowieso ook niet fijn vond. Ook kwam er een Flute Glow uit die collectie. En dat is deze heeft de naam C01 Eternal Glow. En dit is dus weer zo'n product met een pipetje. Je moet hem goed schudden voor gebruik. Dan zie je de kleur wel meer tot zijn recht komen. Zo werkt dat dus. Er zit dus een pipetje in. Ja, dit kun je op, zou je gewoon op je vingers kunnen doen, maar ook wel op je kwast. Ik vind hem te heftig. Ik vind hem echt veel te heftig. Het pigment is eigenlijk gewoon veel te goed, waardoor het resultaat niet mooi wordt. En dan zou je denken, oké, waarom zit hij dan bij de felproducten? Maar ik vond hem zo heftig. Ik had echt het idee alsof ik gewoon echt een glimworm was. Normaal hou ik echt wel van een product wat een beetje glimt, maar ik vind het toch bij blush niet mooi. De kleur is op zich mooi, maar er zit te veel glans in. Liquid blush. Het is het voor mij niet helemaal. Ik denk als dit een highlighter was geweest, dat ik hem wel heel tof had gevonden. En je zou hem op zich ook wel als highlighter kunnen gebruiken. Maar dan vind ik de kleur gewoon te heftig. Dus vandaar dat ik toch heb besloten om deze bij de felproducten neer te zetten. Want nee, een glimmende blush is het niet voor mij in ieder geval. Dan heb ik deze mini handcreme. En deze is van Essence. En deze is. Dit is een super rich, super soft handcream met moisturizing, concentrate en shea butter. Het is een kleine verpakking, er zit 25 ml in, wel heel geschikt voor mee te nemen onderweg bijvoorbeeld. En nou, de geur is op zich wel oké, er zit een wat kleine opening, dus er komt ook niet heel veel product tegelijk uit. Alleen hij verzorgt mijn handen gewoon niet goed genoeg. Ze worden er niet zacht van. Er komt meer een soort van lekker geurtje. Maar echt die zachte handen die je graag zou willen krijgen bij een handcreme, geeft die niet. Dus ja, vandaar dat ik hem toch bij de felproducten heb neergelegd. Omdat ik bij een handcreme toch verzorging echt heel belangrijk vind. En dat gaf deze gewoon niet. Dus ja, dan is het toch het product, als je het mij vraagt, niet geschikt als dagelijks gebruik en als handcrème, omdat ik gewoon echt zachte handen wil en dat gaf deze niet.
Dan heb ik van Catrice de Color Neutralizer Matte Pink Powder. En dat is deze. Heeft de naam 010 Natural Balance. En dit is dus een poeder die kleuren op je gezicht neutraliseert. Dat zou die moeten doen, althans. Zo ziet de poeder eruit. Het ziet er wel heel erg mooi uit. Heeft gewoon die standaard kleuren die je vaak ziet bij producten die neutraliseren. Maar als poeder, ja, weet je, prima. Als een matte poeder, ja hoor, heel erg goed. Maar omdat het toch belooft een neutralizer powder te zijn, vind ik hem niet fijn. Ik had gewoon nog steeds plekjes die je zag, waarvan je dan hoopt, oké, misschien gaat die poeder ze dan neutraliseren, maar dat werkt gewoon echt niet. En daarom zit hij dus bij de velproducten, want nogmaals, als gewone poeder vind ik hem best oké, maar omdat hij toch belooft een color neutralizer te zijn, heb ik besloten, oké, dat doet hij niet, hij gaat bij de velproducten. Dan een product van Essence, en dat is de Nail & Cuticle Tattoo Liner. Dit is een zwart potlood. En hiermee zou je dus leuke creaties op je nagel kunnen maken. Nou, hartstikke leuk. Maar hij heeft zo'n punt. Dus op zich zou je denken, goh, op zich best wel dun. Maar dit valt heel erg tegen. Zodra je ermee gaat werken, je kunt er geen strakke lijnen mee zetten. Je kunt er niet echt een mooi resultaat mee creëren. En dat vond ik echt heel erg jammer. Want ik vind het bijvoorbeeld best wel leuk om een beetje wat meer dingen op je nagels aan te brengen. Dus ik dacht, nou, dan zou deze tattoo liner eigenlijk heel erg goed kunnen werken. Maar het werkt gewoon niet. De punt is te dik. Je kunt er niet heel nauwkeurig mee werken. Dus dat vond ik heel erg jammer. Dus ja, weet je, ik denk dat je nog beter gewoon met een dotting tool en gewoon zwarte nagellak bijvoorbeeld iets op je nagels kunt maken dan zo'n pen te gebruiken. Het is leuk bedacht, maar het werkt voor geen meter. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product en dat is wederom een oogschaduwpalet van Catrice. Het is het Ultimate Chrome Collection Eyeshadow Palette. Dat is dus dit palette. Heeft de naam 010 Height and Light. Achterop staat ook een kleine tutorial. En hiermee zal je een mooie chrome look kunnen maken. Nou, allereerst, de oogschaduw is super poederig. Nou ja, dit ben ik op zich wel gewend. En op zich hoeft dat niet een heel erg slecht teken te zijn. Want vaak zit er dan ook heel veel pigment in. Dat vond ik bij dit palet dus totaal niet. Het pigment valt heel erg tegen. De kleuren zijn ook super licht. En ja, op zich zou dat heel erg leuk zijn. Het zijn natuurlijk ook wel highlight oogschaduwkleuren. Maar om hier nou echt een complete look mee te maken, vind ik echt niet mooi, zeg maar. Omdat gewoon de kleuren te licht zijn. Ze lijken ook heel erg op elkaar. Dus je kunt hier niet een hele mooie look mee creëren. Wat je wel graag zou willen als je zo'n product gebruikt. Dus ik ben hier ook eigenlijk weer helemaal niet tevreden over. Dit is wel een van de eerste palettes waarvan ik dus niet tevreden over ben van Catrice. Want het had er heel erg leuk kunnen werken. Maar door de lichte kleuren vind ik het ja, echt een geflopt palette. Dan waren dit alweer alle velproducten van maart en april. Meer Catrice dit keer erbij, zag ik. Zoals ik al zei, het waren ook niet heel veel producten. Maar ja, als ik het van 2 maanden doe, dan is het toch vaak iets meer dan dat ik het van 1 maand doe. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien een van deze producten die ik heb laten zien hebben gebruikt. En wat jullie mening daarvan is. Want jullie kunnen dat natuurlijk wel heel fijn vinden. Dat is natuurlijk altijd heel verschil van persoon en van mening. Dus laat het vooral weten als jij een product hebt getest en waar jij wel heel enthousiast over bent. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. En als je dan ook op het belletje drukt, krijg je gelijk een melding zodra er een nieuwe video online komt. En zo blijf je dus op de hoogte van mijn nieuwste video's. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!